Traditioneel heeft ook de haven van Gent het jaar 2011 ingeleid met een nieuwjaarsreceptie. Daarin werd uiteraard teruggeblikt op het fantastische 2010, waar de haven qua cijfers al records brak en niet ver onder de 50 miljoen ton bleef, zeevervoer en binnenvaart samen. Havendirecteur Daan Schalk verwacht dat ook deze kaap relatief snel kan worden genomen. Het is moeilijk om daar een jaartal op te zetten. Veel zal daar ook wel van de conjunctuur afhangen. Nu, waar dan we in ons oorspronkelijk strategisch plan daar 10 jaar voor opgesteld hadden om daar naartoe te groeien, denk ik dat we die cijfers moeten durven naar boven bijstellen en daar minstens binnen de 2-3 jaar dat plafond van 50 miljoen ton doorbreken. In zijn speech verwees de havenschepen naar de goede cijfers. Maar hij toonde zich vooral verheugd over het feit dat er nu eindelijk serieus kan onderhandeld worden met de Nederlanders over een nieuwe, grotere en diepere zeesluis. Van levensbelang voor de toekomst van de haven. En dat was niet het enige goede nieuws, de goederenoverslag 2010. We hebben in de voorbije week eigenlijk ook het fantastische bericht gekregen dat er een nieuwe zeesluis, een grote nieuwe zeesluis aankomt, dat er een akkoord bereikt is tussen de beide ministers, minister Krevits aan Vlaamse kant, minister Schulz aan Nederlandse kant. En u weet dat dit uiteraard van het allergrootste belang is voor de Gentse haven. De opdracht is gegeven om een financieel akkoord te bereiken tegen 30 juni, tegen deze zomer. En we hopen en we zijn er ook van overtuigd dat dit de goede weg is om te gaan en dat we eindelijk van start kunnen gaan met die nieuwe grote zeesluis. De argumenten voor de zeesluis zijn legio, maar de directeur in de havenschepen noemde toch vooral de jobs en de toegevoegde waarde als belangrijkste redenen om de sluis eindelijk te bouwen. De toegevoegde waarde. Havens hebben altijd toegevoegde waarde geleverd. Gent doet dat bij uitstek. Als je die wil houden, dan heb je die grotere sluis nodig. Niet alleen om tonnages te doen, maar om voor die toegevoegde waarde te blijven zorgen. Aan toegevoegde waarde hangen ook jobs vast. De Gentse haven is momenteel goed voor 70.000 jobs, rechtstreeks en onrechtstreeks. Als we die willen behouden, maar als we er ook nog willen bijkrijgen, als we daarin willen groeien, dan hebben we absoluut nood aan die nieuwe grote maritieme toegevoegde waarde. Eigenlijk wil de bevoegd Vlaamse minister Krevits niet al te veel kwijt over het sluizendossier. Maar het met haar nieuwe Nederlandse collega bereikte akkoord kon ook zij niet helemaal uit de weg gaan. Krevits toonde zich alvast tevreden dat er eindelijk vooruitgang is. Die grote diepe zeesluis is niet alleen door Gent en door Vlaanderen gedragen, maar de maatschappelijke kostenbatenanalyse die gemaakt heeft, heeft ook aangetoond dat ze een goede keuze is, dat ze een rendabele keuze is, zowel voor Vlaanderen als voor Nederland. Vandaar dat we met de twee ministers nu afgesproken hebben om ons onderhandelingsteam aan het werk te zetten en de komende 6 maanden te kijken hoe kunnen we dat nu heel concreet gaan uitwerken. En dat het fout zou kunnen lopen tijdens de onderhandelingen die nu intensief zullen gevoerd worden, daar houdt zij eigenlijk geen rekening mee. Wel, dat kan je natuurlijk niet weten. Het zijn onderhandelingen. Maar ik ga ervan uit dat men in Nederland ook nou nonsens is als men zegt we gaan nu onze energie stoppen 6 maanden lang in het kijken hoe kunnen we zo'n belangrijk project realiseren, dat geen window dressing is, maar dat echt dat daar de intentie is om tot een akkoord te komen. Aan Vlaamse zijde is dat zeker zo, want het is het enige alternatief dat voor ons haalbaar is. Vandaar dat ik toch wel positief gestemd ben over de onderhandelingen. Afspraak dus in de zomer van dit jaar. Intussen hebben alle gewesten in ons land ook het licht op groen gezet voor een kilometerheffing vanaf 2013. Sector Federatie Febitra is niet tegen het principe, omdat het gebaseerd is op het idee dat de vervuiler betaalt. Toch is de federatie genuanceerd en vraagt het de overheid om de uiteindelijke modaliteiten en tariefzetting grondig te bestuderen en af te stemmen op bijvoorbeeld Nederland, dat in laatste instantie van zo'n heffing heeft afgezien. Febitra vreest anders een nieuw bloedbad in de sector. Ik denk dat de drie gewesten in België toch met dat nieuw element zeker rekening moeten houden om de concurrentiepositie van de Belgische wegvervoerders, van de Belgische logistieke dienstverleners, maar ook van onze zeehavens niet in het gedrang te brengen. Want ik kan mij perfect inbeelden dat schepen die vandaag Zeebrugge of Antwerpen aandoen, naar de toekomst toe, wanneer er in België wel een kilometerheffing gaat zijn, maar in Nederland niet, misschien wel de haven van Rotterdam of van Vlissingen gaan aandoen. En dat zijn transporten die dan voor de Belgische wegvervoerders zeker verloren gaan. Ik kan me ook inbeelden dat Europese distributiecentra
die hier vandaag gevestigd zijn, zowel in Wallonië als Vlaanderen, die zich graag profileren als topregio's voor logistiekers, of nieuwe investeerders die naar België zouden willen komen met een Europees distributiecentrum, twee keer gaan nadenken en misschien naar Nederland gaan verhuizen of zich in Nederland gaan vestigen. Ik zou niet graag hebben dat hier duizenden jobs verloren gaan omwille van een kilometerheffing.